Vinden jullie dat het kan met twee stoelen? We zijn thuis. Ja, gat, ik lijk wel een walrus. Ik wou dus heel graag nog een home tour doen als mijn huis ooit netjes was, maar dat kan nu niet meer. Hier is mijn slipper. Kussens vlogen eraf. Hoi allemaal, ik heb net de vorige vlog afgesloten, maar ik begin nu weer een nieuwe weekvlog. Als je die niet hebt gezien, het is vandaag maandag. Gisteravond teruggekomen van vakantie. Ik ben het hele huis aan het opruimen, want Rup en ik gaan weer samen wonen. Eigenlijk lang al over nagedacht en ineens heel spontaan besloten. Dus ik ben alle kasten aan het uitruimen, opruimen en dat soort dingen. Ik wil vandaag ook niet de deur uit. Er is geen eten in huis. Dus ik heb er sushi besteld. Ik wil geen eten in huis, dus ik doe hier echt de hele dag mee. En waarschijnlijk hou ik over en heb ik morgen ook nog. En het is zo lekker, dus ik ga nu even zitten met mijn sushi. En dan ga ik weer verder opruimen. Oké, ik ga slapen. Ik vergeet dus de hele tijd, zo stom. Ik had echt... Jezus, wat zie ik eruit. Oké, ik wil dus de hele tijd heel graag deze wond laten zien. Waar zit hij? Oh, hij is helemaal niet zo erg meer. Nou. Ik was dus gevallen in het zwembad. En ik vind dat het heel fijn als je dat dan kunt zien. Dat er dan bewijs is dat ik erg was gevallen. Maar het is al bijna niks meer. Het was echt bijna zwart. Iedereen die het zag schrok echt. Zie je dat het echt de vorm van een ster is, zeg maar? Het was echt bijna zwart en nog veel groter. Maar het is nu al een week geleden. Het was zo erg. En nu gaat deze oma slapen. Dag. Oh my god. Hallo. Pak maar even de camera erbij. Jeetje, mina. Oké, ik zal het even meteen laten zien. Hey, andere stoelen. Oké, ik moet echt even zitten. Ik ga echt dood. Ik ben nu dus al een beetje begonnen met verhuizen. Maar het is zo vermoeiend, zeg maar, om de hele dingen te filmen. In mijn hoofd, als ik ooit een verhuisvlog had gemaakt, was het echt van alles filmen. Dat kan als heel veel mensen voor je sjouwen, maar niet als je zelf of als enige of met z'n tweeën bezig bent. En nu dus in mijn eentje. En Ruud zei verwacht gewoon, maar ik zou zeggen, ik ging dus vandaag... Ik moet zo naar de tandarts over een uur, om 4:20 pas, super chill. Het is bloedheet. Ik hoor net in de auto, waarin het echt trouwens 50 graden is, want mijn ramen zijn stuk. En ik heb geen airco, dat het morgen 30 graden wordt. En morgen moet ik naar een vergadering op stage. Ik weet niet of ik nou om 1 uur of zo klaar ben of pas om 4 uur, maar ik hoef gelukkig pas om 9 uur te zijn, dus dat is wel lekker. Vrijdag moet ik weer naar stage, want dan hebben we inloopochtend. Ik ben dus elke dag in huis bezig, maar er gebeurt zo weinig. Want ik weet niet, ik ben iemand die er gaat om de kasten indelen, maar daar kan ik echt 10 uur over doen, weet je wel. Ik ging nu naar Muiden. Ik ging naar Maxis om boodschappen te doen. En ik dacht, dan ga ik ervoor even langs Muiden. Want ik wou een kast halen uit een plank halen uit de kledingkast. En toen dacht ik van, hey, ik kan best eventjes de stoelen in mijn auto plat leggen. En dan ga ik mijn eettafelstoelen vast meenemen, want die wisselen we. Dus ik denk trouwens dat deze stoelen echt... Het kan helemaal niet trouwens, deze stoelen naar Muiden. Dat is een beetje dom. Misschien moeten we ze wel verkopen. Kijk. Hij gaat meteen op liggen, hij vindt het echt jammer. Het grappige is, hij is opgegroeid met die witte stoelen, want hij woonde natuurlijk eerst bij mij, Noah. Ik zit te denken, deze stoelen zijn sowieso veel te groot in mijn kleine huisje. Dus dat is echt, dat is helemaal niet handig, joh. Ik denk dat we ze maar gewoon moeten verkopen. Dat heb ik dus gedaan. Dus ik moest zeg maar 4 keer en weer lopen en ook nog een keer met de kussentjes. En toen hier, we zitten dus op 3 hoog, dus ik moest 4 keer lopen. Nog 2 keer ook met boodschappentassen en nog met de kussens voor de stoelen. En heel veel mensen haten het als ik mijn boodschappen laat zien, dat weet ik. Maar ik dacht, ik doe het dan wel gewoon even een hele snelle overview. Ik had 59 euro, want er werd heel veel geld afgeschreven nu vandaag. Ik heb vet veel gekocht. Alleen maar gezond. Alleen deze kaasbroodjes voor Ruben. En ik heb wel bijvoorbeeld rijstwafels met yoghurt. Maar ja, als je er één van één eet, is niet erg. En dit. En voor de rest is het echt zoete aardappel, watermeloen, meloen, bananen, appels, nog meer appels, tomaten. Heel lekker donker brood, wat ik dan wil roosteren. Nog meer rijstwafels, muesli, uien, tomatensaus waar ik heb gekeken met weinig suiker. Dan nog wat gekoelde dingen, maar ik wil even de koelkast schoonmaken. Maar ik heb het er vast ingezet. Feta blokjes. Dat had ik nog. Wat had ik nog meer? 2 pakken oude kaas. Deze doperwten spread. Anchovies, dingetjes voor een sla. Light dinges. En 2 soort van Jills-achtige biertjes van Lidl. Spinazie. Veldsla. IJsbergsla. En yoghurt en citroensap. Ik heb maand. Oh my god. Gaat het? Bobby? Gaat het? Ja, dus. Noah? Oh mijn god. Die stoel viel om. Dus dat. En ik moet zo naar tandarts. En nu ga ik weer even wat tassen naar de berging tillen. En het is zo heet en wel echt heel moe. Maar ik vind het fijn om vast wat te hebben gedaan. Want ik word gek als we dit allemaal moeten doen als school al begonnen is. Doei. Dit ligt natuurlijk echt vet lekker. Ik schrok net zo erg, want als hij hierop gaat staan.
Dan hoep, valt de stoel om. Ik zei, Bobby, pas op. En toen schrok hij heel erg. Hi, fat clap. Deze broek is zo vatsig. Gaat het fout? Gaat het fout? Nee? You lucky bastard. Hi. Laat zien hoe een dik hoofdje hebt. Boops. Doei. Vinden jullie dat het kan met twee stoelen of moeten er echt drie? Hoi, ben ik weer Eva. Het is al 8 uur geweest. Ik ben aan het koken. Al best wel lang. Als je Zwitserlandse vlogs hebt gezien, heb je gezien dat ze echt heel vaak dat tomatensaus goed je aten. Zeg maar ratatouille. Dat maakte mijn broertje dan, maar hij snijdt het echt super fijn. En normaal snijdt het zeg maar in blokjes van 2x2. Hij had echt een 1/2 en 1/2 en ik heb echt 4x4. In ieder geval, ik ben dat nu aan het maken. En zoveel pasta eet ik erbij. Nou, ik weet niet of het normaal is voor jullie. Voor mij doen is dit echt zeg maar heel weinig. Maar dat is gewoon helemaal goed. Want dit is eigenlijk al best wel veel. En het moet best wel lang stoven. Hoe noem je dat? Ja, stoven. Omdat hij best wel grof gesneden heeft. Dus ik laat het nog even zo. En heb ik lekker veel restjes. Echt nog voor 4 personen over of zo. Want het is echt super chill. Een paar dagen voordat ik op vakantie ging heb ik me, dus meer dan een maand geleden, heb ik mijn nagels gedaan. Ook gefilmd. En ze waren ziek mooi. Maar ik heb te lang gewacht met opnieuw doen. Nu is het echt verschrikkelijk, het resultaat. Kijk, deze is zelfs plat. Hallo? Plat geworden. Het is echt verschrikkelijk. En het zit er al zo lang op dat ik het niet afkrijg. Maar ik heb toevallig, toen ik ze had gezet, heb ik er een video van gemaakt. Maar ik weet niet wanneer ik die online ga zetten. Want dat is zo'n video, die kan ik altijd nog online zetten. Want je ziet me niet of zo. Dus het maakt niet uit wanneer ik het online zet. En ik ga het nu dus weer doen. Ik ga het weer met dit eraf proberen te halen. Het liefst krap ik het eraf, maar het zit echt vast. Dus ja. Zo, goedemorgen. Jij dacht heel hetzelfde aan. Ja, ik heb weer het shirt aan. Ik ga nu naar stage. Nou, ik moet er over 20 minuten zijn. 7 minuten fietsen of zo. Eigenlijk echt 4 uur, maar met parkeren en alles erbij. Ik weet niet hoe laat ik terug ben, maar we hebben een startvergadering van begin van het jaar tot begin van de middag. En ik weet niet of ik daarna naar huis kan of dat ze nog dingen gaan doen. Ik heb net een halve galiamaloe gegeten. Wow, ik ben helemaal zwart. Ik heb net een halve galiamaloe gegeten. En ik ga nu nog snel even een klein beetje yoghurt eten. En dan heb ik dit mee. Heb ik gisteren bij Lidl gekocht. Rijstsaus, een appel. Citroenwater met basilicum en komkommer. En ijsbergsla, veldsla. 1 tomaat, een stukje komkommer. En een avocado met zout, peper, citroensap en olijfolie. Yummy. Dus dat neem ik mee. Ik ga niet filmen op stage. Ik neem ook mijn camera niet mee. Dat is echt niet boeiend. En ik zie er echt heel erg lelijk en vies uit. Ik hou trouwens echt van dit bakje van Big Bazaar. Het valt ook echt zo in een hartjesvorm. Super schattig. Trouwens, ik heb besloten dat ik geen eyeliner meer ga opdoen. Tenminste, voor zolang ik het volhoud. Naar stage. Omdat ik zie echt vet een verschil zonder eyeliner. Maar heel veel mensen natuurlijk niet. En het scheelt zoveel tijd. Maar ik voel me meteen heel lelijk. En ik heb dit aan. Want het wordt volgens mij 30 graden. Maar het ziet er echt niet uit, deze combi. Het boeit me dus niet zo heel erg op stage, maar het is eigenlijk heel lelijk. Ik vind het echt minder lelijk. Kan dit? Ik weet het niet. Het is eigenlijk echt super lelijk ook aan. Ik heb een donkerblauwe rok. Ik had eigenlijk gewoon echt... Ik was zo stressig. Ik was om 7 uur opgestaan, vet vroeg. Ik wou nog stofzuigen, maar ik moest allemaal dingen doen. Stofzuigen is niet eens gelukt. Misschien ook maar even een wit shirt aan. Dit is beter. Alleen het probleem met dit shirt is altijd dat het heel heet is. Maar dit is wel beter, toch? Oké. Kast weer dicht. Kijk, zo op mijn kleding. Zo chill. Kijk, ik moet nu echt opschieten. Hi, poes. Ga nu weer goed eten. Hoe laat is het? Ik kan niet meer stofzuigen. Nee, de vergadering begint ook echt over een kwartier. Dus ik ga nu echt even mijn yoghurt snel naar binnen stoppen. Doei. Hoi, ik ben thuis. Al mijn make-up is eraf. Al mijn mascara eraf lopen pulken. Ik zie er slecht uit. Gadver. We hadden van 9:30 tot 10:30 een vergadering. Dan ga ik altijd mijn mascara eraf pulken. Heel irritant. Toen hadden we lunch. Dat was heel lekker. Broodjes van kaas en zo hadden ze laten komen. Ik had een heel lekker broodje met carpaccio pijnboompitjes. Super chill. Dus ik heb de salade niet gegeten. Die staat hier nu. Wel zonde, want die salade is helemaal nat en vet geworden van de olijfolie. Dus dat moet ik weggooien. Maar ik kan wel de tomaten zo nog eten. En toen hebben we heel veel opgeruimd. Ik heb eigenlijk vooral namen geprint, geknipt. En dan was een plastificeersticker op de laadjes, de stoelen. De klassenlijst, we hebben verf bijgevuld, allemaal dingen om het klaar te maken. En toen mocht ik om 3 uur weg. En het is nu 4:30. Of ik mocht om 2:30 weg, ik weet niet. Ik heb 1,5 tot 2 uur in de berging gewerkt. Ik heb nog 1 minuut recordtijd.
Ik ben meteen doorgegaan, niet naar boven gelopen. Meteen begonnen. De hele berging zo goed als eruit gehaald. Geselecteerd en mijn eigen gedeelte geordend. En Rubens shit weer terug. En dat moet hij dan uitzoeken. En een hele stapel met dingen voor het scheidingsstation. Nu eet ik even mijn meloen. En ik ga even douchen. Ik ben helemaal bezweet. Het is ziek heet. En dan ga ik Ruben ophalen, want die is nu in Weesp. En zijn vader even aan het helpen de caravan uit te laden en caravan terug te zetten en zo. En dan ga ik hem ophalen. En dan zie ik jullie dan wel weer. Goedemorgen, het is nu woensdag, donderdag en het is 9:45 en we zijn al 2 uurtjes wakker of zo. Ruben is er dus. Alleen ik heb dus een probleem. Ik heb 2% batterij. Ik kan mijn oplader niet vinden, dus ik had niks gefilmd. En nu eet ik even voor het eerst weer een keer geen fruit als ontbijt, want ik had er even geen zin in. En ik had alleen druiven en appel, dus ik heb 2 lekkere broodjes. 1 met AOK's en 1 met amandelpasta. En we gaan nu even samen naar de berging. Tenminste, ik ga nog even douchen en zo. En dan moeten we dus heel veel van hem opruimen. En even kijken voor het scheidingsstation. En dan gaan we naar zijn vader voor een aanhanger. En dan gaan we eerst al die dingen naar het scheidingsstation brengen. En naar oud ijzer en zo. En dan gaan we denk ik vast de servieskast halen. En mijn ladekastjes. Hopelijk. Dus even kijken. En ik moet om 3 uur naar de dokter voor deze ringworm dinges. En ja, dat is onze dag. Oké, ik moet even updates geven. Jij bent nog geen 1 keer in de vlog geweest, toch? Sinds je thuis bent. Hoi, het is nu vrijdag en ik heb dus heel lang niet gefilmd, maar ik kon mijn oplader niet vinden en die heb ik eindelijk gevonden. Ik zal even vertellen, Ruben was thuisgekomen toen hebben we volgens mij niet zo heel erg veel gedaan. En toen was het gisteren, donderdag, en hebben we heel veel gedaan. En zoals je weet was het 32 graden. We hebben eigenlijk al mijn meubels met de auto van George, mijn schoonvader, hebben we verhuisd. Behalve de bank, die gaan we morgen doen met de aanhanger. En nou ja, ik had het graag willen filmen, want het was wel leuk om te zien. We waren echt helemaal bezweet. En vandaag had ik stage tot 2:30. En toen heeft Ruben de hele berging zeg maar verder afgemaakt. Dus alles wat ik had opgeruimd van mijn eigen deel, hij heeft zijn hele eigen deel ook gedaan. Dus het is echt veel meer ruimte. En in huis zijn we zeg maar best wel goed bezig nu bij hem. Maar mijn huis staat echt nog helemaal vol met troep. En ik weet echt niet wat ik ermee moet doen. En morgen, het is hier Sluis en Brugfeest. Dus morgen gaan Ruud en ik eventjes, denk 3 uurtjes op de vrijmarkt verkopen. Ik heb iets van 8 shoppers met tassen. Ik ga het gewoon eigenlijk heel veel dezelfde tassen als toen ik naar de Eihallen ging. Maar ik ga het nu gewoon voor heel weinig geld doen, want het moet gewoon weg. Ook al zijn het echt superleuke kleren. Maar goed, ik ga wel even op Instagram nu even een post plaatsen voor mensen die in Weesp wonen. Dat ze misschien kunnen komen als ze kleren willen kopen. En dan hoop ik gewoon dat het goed verkoopt. En dan gaan we daarna met de aanhanger de bank doen, als het goed is. En als het goed is, wordt ook morgen de grijze bank van Ruben opgehaald. Dat hoop ik dus. En dan hebben we dus plek voor die andere bank. En nu zijn we bij George dus. Heel spontaan, eigenlijk heel leuk. En nu gaan we barbecuen. Speciaal vlees. Speciaal vlees? Kufte. Oh, kufte. We hebben hele freshen. Ja, Grieks. Kufte. Hier zijn allemaal frambozen, zo lekker. Ik was hier gisteren ook al bij George, omdat we de auto gingen halen, hadden we ook al heel veel frambozen. En hier is Lotte. En het is de eerste keer dat ik vlees ga eten weer. Maar ik ga dan geen brood eten, dus lekker gewoon vlees. En dan is dat gewoon goed. Daar is George. Hoi George. George wil niet. Nou, ik ga nu stop met filmen, dat waren de updates. En het is nu thuis een brugfeest, maar ik ga straks oppassen. En dan tot laat. En dan morgen dus vrijmarkt. En dan zal ik mijn camera weer meenemen. Doei. En door de zon zie je het nooit zo goed. Als je het voelt kriebelen, dat is het gras. Het onkruid. Het zo hoog. Niet een vies oud mannetje van... Het ziet er wel helemaal uit, wat? Echt, hè? Beetje Grieks, hè? Nee, behoorlijk je best erop gedaan. Ja. Ik hou van Grieken dan. Goedemorgen, het is nu zaterdag. We hebben denk ik 4,5 uur geslapen. De wekker ging om 6 uur. We zitten hier nu denk ik al een uur, maar heel chill. We mochten gewoon met de auto hier naartoe rijden. We hebben een super chille plek. Ik heb echt super veel spullen. En er wordt echt niks gekocht. Er wordt niet eens naar gekeken, zeg maar. Dat is echt drama. Hier is zo mooi. Ja, het is nog wel heel rustig. Een goede moed erin houden. Oh, goede moed. En er komt straks een kijker. En er komt nog een kijker. Dus ik hoop dat er veel kijkers komen. Lijkt me leuk. Nou, voor 1 euro krijgen deze meiden nu alles wat op het kleed lag mee. Het is echt dingen die we normaal voor 1 euro per stuk verkochten. Maar we moeten er vanaf, want de tijd is voorbij. De hele shopper vol. Even een shot maken van de shopper van de binnenkant. 1 euro. Mama zou blij zijn. We zijn thuis. Ja, gadver, ik lijk wel een walrus. Ik ook. We zijn thuis. We zijn echt kapot. We zijn helemaal kapot, maar we hebben maar 4 uur geslapen. Maar ik thuis wat de opbrengst was. In brief geld. Hoeveel? Was? In brief was het...
En euro? En briefgeld, dat is 95 euro. En oproep. Als Ruben moord wordt je altijd vervelend. Oh, hallo. En in muntgeld was het iets van 28 nog wat. Echt superveel. Dus toen besloten we om meteen door te gaan. Stop om gordijnen te gaan kopen. Terwijl Ruben eerst nog even naar boven om te eten. En nu is hij dus slaapgevallen. En nu ga ik dus in mijn eentje, maar dat mag niet. Dus dan roept hij me steeds terug. Dus nu zitten we al 2 uur op de bank niks te doen. En straks wordt hopelijk de bank gehaald. Maar die mensen die reageren heel slow. Ze zei ik kom na 5, maar ik hoop maar dat ze komt. En we gaan dus de gordijnen die ik in mijn slaapkamer in Muiden had, die gaan we ook in de woonkamer doen. Oh, trouwens, ik zie dat het laatste wat we hebben gefilmd is echt wat van die shopper. En daarvoor dat het heel mooi hoofd heb jij. Je hebt wel een goede kop, hè? Wel. En daarvoor dat het heel slecht ging. Maar het ging dus, vertel even, het was heel leuk, schat. Wat? Het was toch heel leuk? Ruup. Jeetje, wat een hoofd. Dagstapkuur. Loofvermoeidheid. Schat. Het was toch heel leuk? Hm? Dat is heel vies om te doen. Het is echt heel vies. Omdat ik alcohol heb gegeten. Ruup. Het was echt heel leuk. We hebben heel veel lol gehad. We waren een supergoed team. We konden heel goed mensen inschatten. Weet je, moet je serieus zijn. Moet je een beetje moet je een beetje grapjes maken. Bij de ene ging Ruben van zijn tasje een beetje inpakken. Bij de andere moest je rustig wachten. Er waren mensen die hele tasjes vol hadden. Want we hebben van het... Van het bedrijf van schoonvader, zeg maar, ik ooit een keer allemaal zakjes gekregen. Dus als je bij ons winkelt, krijg je ook altijd zakjes. Dat is super chill. En uiteindelijk hebben we heel veel, alle prularia, zeg maar, dat is een woord volgens mij, hebben we weggegeven. Dus al die sieraden, al die make-up, gewoon hele zakken vol weggegeven. En ik kwam heel veel kindjes van stage tegen, dat was echt heel leuk. En mijn eentje heb ik in de auto nog een paar dingen erin gegooid. Want dat meisje is dan in groep 2, maar ze heeft een zus in groep 8 of zo. En daar gooiden we allemaal dingen naartoe die ze allemaal mocht houden. We zijn in de IKEA. Kijk, Ruup even laten zien. We hebben smoothies. Dit is yoghurt aardbei en dat is ananas aardbei. Het was maar 2 euro en het is helemaal vers. Zo chill. Zo, het is zondagmiddag en we zijn in Muiden. We hebben de aanhanger geregeld. Ik denk ik film nog eventjes wat bij mijn huis. Want we gaan nu dus de bank ophalen en dat is in principe het laatste echte meubelstuk dat we mee moeten nemen. We gaan nog wel een televisie ophalen van de week. En misschien nog een bijzettafeltje, maar ik denk het niet. Nou, dit is dus mijn huis. Ik ga je even andere spullen geven. Oh. Oh, en het valt nog mee, vol voorlicht. Hier is mijn bank. Mijn prachtige bank. En het is hier echt een heel erg zooi. Ik wou dus heel graag nog een home tour doen als mijn huis ooit netjes was. Maar dat kan nu dus niet meer. Want alles is al weg. Zo hé. Dit moet allemaal naar de berging. Al deze glazen. Maar kom, snel uitdoen. We gaan nu, ja. Ja, ik ben benieuwd. Zo, dit ging snel. Maak jezelf nuttig, Charlotte. Kijk. Hier is mijn slipper. Die ben ik al zo lang kwijt. Hier ligt de ander. Oké, ik ga kussens stellen. Doei. Oké, we zijn nu voor de 2e keer onderweg gestopt. Want de kussens vlogen eraf. Het allemaal. En Ruben... Dat is echt niet normaal. Het nou, hele reactievermogen. Het is allemaal geperst tegen net aan. Oké, het is nu denk ik 8:30. We hebben de hele... Oh, mag het iets zachter? We hebben dus... De bank in elkaar gezet en zo, de grijsbank uit elkaar. We hebben echt 4 mogelijkheden geprobeerd om het huis mooi te krijgen. En het is echt prachtig, we zijn helemaal happy. Ik zal straks even goed laten zien. Nee, dat zie je in de home tour. Die dingen spannend maken, tuurlijk. Je moet ze slepen naar die home tour. Gaan we een home tour doen? Echt een mooie home tour. Ja. Oh, nou, dat doen we nu. Echt? Ja, dus doe maar even opnieuw. Nee, dat laat ik gewoon in. Nee, 4 verschillende posities gedaan, maar nee, dat zie je ze hebben nu toch niks gezien, alleen de servieskast. In de home tour als het klaar is. Oké, dat zie je in de home tour. Oké, nou hierbij ga ik de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Ik wil proberen het zo lang mogelijk door te gaan met weekvloggen. Want ik weet gewoon, nou ja, ik merk nu gewoon dat jullie het echt leuk vinden om op de hoogte te blijven van mijn leven. En door elke dag iets te filmen kan dat. Want gewoon ja, elke dag, mocht er iets boeiends zijn, film ik dat. En ja, het zijn niet hele mooie vlogs, want het is echt gewoon van hak op de tak, volgende. Laat het weten of jullie het leuk vinden. Ik denk dat het leuker is dan die dagvlogs. Als ik echt iets heel boeiends doe, zal ik gewoon een dagvlog maken.
Het was weer een lange video. Doe even de duimpjes omhoog als je hem leuk vond. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie zondag weer of anders weer woensdag bij een vlog. Doei!